De Ouderenbond maakt zich zorgen. Ja, want veel ouderen dreigen een toeslag mis te lopen. Sinds 1 januari zijn er wat wijzigingen rond de huurtoeslag. En de Ouderenbond, de AMBO, is dus bang dat heel veel ouderen daarvan niet op de hoogte zijn. Door de vernieuwingen hebben zo'n 115.000 extra huishoudens recht op die toeslag. Vooral veel ouderen. Maar vaak weten ze dat zelf niet. En de Belastingdienst die informeert ook niet actief. Oké, meneer Bakas, u adviseert de Belastingdienst. Kijk, wat je ziet is dat de Belastingdienst niet ingesteld is op dat hele rondpompcircus van die toeslagen. En de meeste mensen die die toeslagen gebruiken zijn mensen met een AOW-uitkering, zoals ouderen, of mensen met een minimumloon. En het beste wat je kan doen is het minimumloon en de AOW verhogen en het hele toeslagencircus afschaffen. Dat is de meest efficiënte manier om de mensen te geven wat ze toekomt. Maar daar zijn ze nu wel niet mee geholpen. Ik vind wel, als het zo is dat ouderen nu echt iets mislopen omdat ze in grotere getalen niet op internet zitten, moeten we nu wel in actie komen. Los van dat je het hele systeem moet veranderen, helemaal voor. Maar nu moeten die mensen wel ook geholpen worden. Maar wat moet er dan precies concreet nu gaan gebeuren? Het CDA vraagt vaker in de Kamer bij verschillende zaken, of het nou om Belastingdienst gaat of andere zaken, dat we niet te snel ervan uit moeten gaan dat iedereen maar al op internet zit. En als we grote groepen in de samenleving verliezen doordat we alles maar op internet pompen, omdat het voor ons als overheid makkelijker is, dan zijn we verkeerd bezig. Want de overheid is er voor de mensen en niet andersom. De grote vraag is natuurlijk wel wie dat gaat doen, want bij de Belastingdienst hebben ze natuurlijk ook niet alles altijd helemaal op orde. Nee, zeker niet. Bij de Belastingdienst gaat heel veel mis. Nee. Maar het zorgen dat we naast internet ook via een formulier nog iets aan kunnen vragen, dat moet wel zeker kunnen. Of het bekendmaken dat het op internet zo en zo te vinden is, of hulp bieden bij het aanvragen van subsidie, dat moeten we kunnen organiseren. Overigens niet alleen als overheid, maar daar kan iedereen natuurlijk bij helpen. En toch zie je dat ouderen steeds meer digitaliseren en hulp krijgen van kinderen, kleinkinderen, buren. En er zijn allemaal vrijwilligersinitiatieven en allemaal om ouderen wel de digitale snelweg op te krijgen. Dus dat gaat langzaam wel beter. Okay.